vandaag dinsdag. Eerst en vooral, sorry dat ik zowel gisteren als dit weekend niet heb gevlogd. Maar dat is omdat ik vrijdagavond ben ik nogal redelijk ziek geworden. Ik ben eigenlijk al heel het weekend niet zo goed. Maar dat is terug even beter en nu is het weer terug slechter. En dat is de laatste tijd eigenlijk redelijk vaak dat ik me slecht voel en ziek word. Ik heb dat wel altijd als het zo als het seizoen een beetje beginnen te wisselen. Maar ik ga dus deze avond naar de dokter. En zien wat dat die zegt. Dus ja, sorry, maar ik zie er ook echt heel slecht uit. Don't judge. Maar ik ben dus ziek. Ik ga nu eerst een ontbijtje eten, want eten is belangrijk als je ziek bent. Ik heb nog niet gegeten, dus ga ik het nu eerst doen. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik zit in de auto met mijn mama en met mijn zus. En wij zijn onderweg naar het ijs. Hoe noemt dat? IJsbeurs? Ice Top Days in Hasselt. En dat is een soort ijsbeurs en daar kun je dan allemaal nieuwe smaken van ijs proeven. We hebben een ijssalon, dus daarmee gaan we daar nu naartoe. En ik ga jullie laten zien wat dat daar allemaal te zien en te proeven valt. Wij zijn net aangekomen waar dat ijsbeurs plaatsvindt. Dat is in Hasselt. En dat is zo in een kasteel. Dat ik de schoenen ging laten zien die ik heb besteld bij Zalando. Dus dat ga ik nu eerst doen voordat ik die ga terugsturen. Want ik ga ze dus uiteindelijk toch allemaal terugsturen. Oei. Er staat hier een brandweer. Het is keihard aan het stormen buiten, dus misschien is er iets omgewaaid ofzo. Ik ga even een ramptoerist uithangen, denk ik. Ik heb mijn kamer vandaag al opgeruimd. Ik ga nu in bad en me een beetje fatsoeneren, want ik zie er niet echt uit. Ik ben nog altijd een beetje ziek. Het was eigenlijk niet zo'n goed idee om gisteren naar die ijsbeurs te gaan, want we moesten dan die smaken proeven. Het was trouwens wel echt heel... het was wel leuk, maar het was niet echt mijn ding. Dat interesseerde me eigenlijk niet zo erg. Maar ja, dat waren dus speciale smaken. Moesten we dat proeven om dan, als je de smaak lekker vond, dan kun je die kiezen voor in je eigen ijssalon. Ja, we hebben dat, dus daarmee dat we daar naartoe zijn gegaan. Het was tof, maar het blijft bij één keer, denk ik. Ik heb heel de avond gewerkt aan mijn video's en aan mijn artikels voor mijn blog.
Ik was de laatste tijd een beetje de draad kwijt. En ik wist niet zo goed wat ik ermee wou doen. En over wat ik moest schrijven en zo. Het is misschien ook wel gemerkt dat mijn vlogs zijn iets, ja... Ik pak minder mijn camera daarbij om te filmen. Maar dat is ook gewoon omdat de laatste tijd... Ja, ik moet zo'n beetje mijn draai vinden daarin. Zelfs met mijn blog. Ook al heb ik dat nu al meer dan een jaar. Maar toch is dat nog altijd iets, ja, wat je moet, ja, niet leren. Maar wat dat toch wel iets is waar je je creativiteit in kwijt kunt. En dat dat altijd op een andere manier kan, zeg maar. Ja, dus die zijn nu aan het exporteren. Dus daar ben ik nu op aan het wachten. Maar ik ga ondertussen een beetje tv kijken, denk ik. Want het duurt echt veel te lang naar mijn goesting. En ik verveel mij. Dus dat ga ik nu doen. En voor de rest ga ik niks meer doen vandaag, denk ik. Allee, het is ook al 10 uur, dus ik ga zo, ja, het is die, ja, ik ga niks meer doen. Ik zal het daarop houden. Dus ik zie jullie morgen weer dan. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ga zo dadelijk vertrekken om mijn vriend te gaan halen. Ik heb me klaar gemaakt, ik heb me aangekleed. Ik heb de laatste tijd redelijk veel last van mijn huid. Ik ga het even laten zien. Ik weet niet of je dat ziet, maar ik heb zo... Je ziet heel veel die droge plekjes rond mijn ogen. Ik heb eigenlijk, ja, ik heb wel sowieso een droge huid, maar ik heb dat niet echt al gehad ofzo. Dus ik vond dat een beetje raar. Maar ik ga nu vertrekken. En ja, dan ben ik bij jullie terug. Wij zijn weer terug thuis. Wij zijn sushi gaan eten. We zijn sushi gaan halen, we hebben dat thuis opgegeten. Ik heb mij ook klaargemaakt. Want ik ga eens drinken met mijn vriendinnen. En Elmoetje die blijft thuis, maar die gaat morgen wel mee. Dus ik ga nu vertrekken. Ja, ik denk dat ik jullie dat morgen weer zie, want ik ga vandaag niks meer filmen, denk ik. Dus tot morgen. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Wij gaan nu vertrekken naar de carnavalwinkel. Ik moet dinsdag naar een carnavalfeestje. Ik heb nog geen outfit. Dus dat gaan wij vandaag halen. Misschien dat we ook nog even naar de Hunkemuller gaan. En naar de kapperswinkel, want ik wil een haarverf gaan kopen. En ik moet vandaag ook met mijn haren terug naar Steffi. Want die is kapot. Dus die moet gemaakt worden. Maar wij gaan nu vertrekken. Want anders komen we tijd tekort.